Nou, laten we beginnen met het begin toch. En dat is de vraag, wat heeft de VVD precies bewogen om een kabinetscrisis te veroorzaken? Want het is duidelijk dat deze kabinetscrisis met opzet is veroorzaakt. Ik geloof dat iedereen daar wel van overtuigd is nu. En dat die met opzet veroorzaakt is op het punt van de immigratie. In de hoop dat dat electoraal goed ligt bij de onvermijdelijk geworden verkiezingen. Want kennelijk had ook niemand zin om de boel te gaan repareren of Remkes te bellen en te zeggen, kun je er nog niet even een beetje wat aan sleutelen dat we door konden. Kennelijk was het allemaal op en dood. Kortom, de VVD had besloten, het is afgelopen met deze coalitie en wij willen wat anders. Waarbij natuurlijk onmiddellijk de vraag rijst, wat willen ze dan eigenlijk precies anders? Maar daarover zo meer. Ten eerste die rare kwestie dat zij kennelijk denken dat de immigratiekwestie ook bij verkiezingen voldoende is. Maar het is helemaal geen big issue zoals de meeste mensen lijken te denken. Het is een emotionerend issue. Dat is heel iets anders. Hadden wij de afgelopen tijd veel immigranten? Ja, dat kwam onder andere door 130.000 Oekraïners die we overigens heel hartelijk hebben ontvangen. En die ook allemaal, omdat ze via een heel ander systeem binnenkomen, grotendeels aan het werk zijn geraakt, als ik het goed begrepen heb. Daar komt bij dat die zogenaamde oplossing die de VVD dan in petto had, namelijk het blokkeren van de nareizerij van de familie, dat het maar zeer de vraag is of dat houdbaar is in juridische zin. Ik zei al, het lijkt me in Nederland al heel moeizaam, eerlijk gezegd. Je hoort de Raad van State al zeggen dat het mag eigenlijk niet, of het is in ieder geval verstandig om het niet te doen. Of je gaat sowieso een juridische procedure op Europees niveau, ga je sowieso verliezen, denk ik. Dus het was toch een beetje een raar issue, omdat het, nogmaals, ook dat idee dat Nederland een unieke instroom heeft van immigranten die niet naar België of naar Duitsland of wat ook maar willen, maar alleen maar naar Nederland. Niet waardoor het unieke, sympathieke, empathische en menselijke karakter van de Nederlandse samenleving, dat is gewoon kletskoek. Wij trekken procentueel gezien de afmeting en de situatie evenveel immigranten als andere landen. Heel West-Europa trekt immigranten om natuurlijk heel begrijpelijke redenen. Maar het is eigenlijk toch een minor issue. Ik kom nog even terug op mijn punt. Ja, als wij geen immigratie zouden hebben in Europa, dan krimpt onze bevolking in Europa in een relatief hoog tempo. Er zijn natuurlijk allerlei soorten van immigranten. Je kunt een analfabete figuur hebben uit West-Afrika, dat kan. Maar we hebben ook besproken, ASML zou zonder immigranten helemaal niet kunnen functioneren. Simpelweg omdat wij in Nederland onvoldoende toppersoneel afleveren wat in zo'n bedrijf noodzakelijk is. En op de lange termijn, ja, dan voel je al wel, was het ook weer met Duitsland, heeft per jaar 1 miljoen nieuwe arbeidskrachten nodig om zijn industrie draaiende te houden. Ja, ook die Duitsers planten zich niet voort. Wij planten ons niet voort. Het is rampzalig, de voortplanting. Dus ja, ik wil vooral jonge mensen die tegen immigratie zijn, hebben wel de morele plicht om zich voor te planten. En doe nou ook niet kinderachtig. Ga dan niet meer met 2 kinderen en piepen in de krant dat het zo zwaar is. Nee, gewoon 7 kinderen. Dan voeden ze, ja, dan voeden ze elkaar op. Dat is algemeen bekend. Niet lullig doen. Want het, ja, dat blijft natuurlijk gek. Dat nogmaals, zonder immigratie zouden wij onderhevig zijn aan een forse krimp. En dan zijn wij nog, door de babyboom, zijn wij nog een vrij uniek en apart, op een zijspoor lopend geval. Dus laten we dit er even erbij zeggen. Laten we nou aannemen dat de VVD, nogmaals, de VVD heeft die crisis expres veroorzaakt. Dat ook het landsbelang, dat nu het landsbelang, want ze vroegen aan Rutte, waarom heb je het gedaan? En feit is, ik dacht ook, want dat heeft deze week natuurlijk wel geopenbaard, ik dacht ook, dit heeft Rutte gedaan om zelf controle te houden over de voortzetting van zijn carrière. En dat blijkt dus eigenlijk niet het geval te zijn, want je weet, hij is ermee gestopt. Al vond ik het wel heel raar dat hij eerst zei dat hij graag door wilde. Op vrijdagavond zei hij, ja, dat tijdens de persconferentie. En toen heeft hij er een nachtje over geslapen, of nog een nachtje. En toen wou hij ineens niet meer doorgaan. Waardoor je toch het gevoel hebt
dat misschien het hoofdbestuur van de VVD aan de lijn gehangen heeft en heeft gezegd, joh Mark, we zijn je diep, diep dankbaar. We zullen in de Kamer zullen we uren gaan klappen als je besloten hebt om te vertrekken. Nou, daar zat de hoofdbestuur natuurlijk niet bij, maar goed. Want hij is gewoon gedumpt volgens mij. Maar ja, kijk naar de cijfers, dat was natuurlijk, ja. Gedumpt door wie? Door de VVD zelf. Het is mooi geweest, wat waren zijn steuncijfers? 17% of zo? Ik las nu al ergens iemand die zei, nou, misschien krijgen we wel spijt dat we hem de laan uitgestuurd hebben. Wie weet wat je ervoor terugkrijgt. Dat is natuurlijk altijd in dit soort van situaties, is dat een probleem. Goed, ons uitgangspunt is, het kabinet is met opzet getorpedeerd. Door Rutte? Ja, door de VVD. Nee, ik denk dat de VVD hier een belangrijke rol in heeft gespeeld en dat Rutte's positie natuurlijk zodanig verzwakt was, want daar was iedereen het wel over eens, toch? Dat dit misschien ook de kans was om Rutte ook op te ruimen. En eventueel met jong, fris bloed, metaforisch allemaal gezien, aan de slag te gaan. Maar daar heeft Rutte dan aan meegewerkt? Ja, Rutte heeft wel meegewerkt. Waarschijnlijk omdat hij eerst dacht, ik kan wat door. Ja, maar dan is hij zelf dus ook genaaid. Dat zou best kunnen. Ik acht het niet uit. Waarom zegt hij eerst dat hij dolgraag door wil? En twee dagen later zegt hij, nee, sorry, ik heb er eens over nagedacht. Ik toch maar niet. En niemand wist dat hij dat zou gaan doen. Nee, dat is echt een blinde vlek in dit verhaal. Dat moet nog een keer heel duidelijk worden. Wat is daar nou precies gebeurd? Ik ben ervan overtuigd dat hij gedumpt is. Ja. Nou, daar hing natuurlijk ook die motie van wantrouwen van de PvdA en GroenLinks hing erboven. Een hele rare motie van wantrouwen. Het kabinet was al afgetreden. Ik bedoel, was al demissionair. Ja. En D66 belde een kwartier voordat hij die zaal inliep van, hey, we gaan er open in. Met andere woorden, het zou best kunnen zijn als het debat slecht loopt dat we die motie steunen. Dat had hij natuurlijk, dan was hij meteen afgezet. Dan kon hij ook niet meer naar de top in. Ja, maar goed, toen bleek hij dus in feite afscheid te hebben genomen. En dan, ja, toen moest iedereen natuurlijk bakzeil halen en werden al die moties ingetrokken. Maar het waren natuurlijk parlementair gezien wel een beetje rare moties, toch? Ja, maar hij kan daar ook op ingespeeld hebben dat hij wist van, hé, dit gaat gebeuren. Laat ik maar nou naar voren stappen en zelf het initiatief houden. Weet het zo? Nee. Naar mijn idee is hij gewoon gedumpt. Was klaar. Ja, nogmaals, hij is een goed voorbeeld van iemand die te lang is blijven zitten. Was die natuurlijk na die 12 jaar was die misschien toch al... Ja, dat was vorig jaar natuurlijk ook al een heel pijnlijk moment met die dubbele motie. 10 jaar was mooi geweest, denk ik. Maar hij heeft iedere keer nog verkiezingen gewonnen. Ik kan me niet voorstellen dat de VVD denkt, we moeten van hem af. Dat was nog heel populaire man. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat die natuurlijk zo'n crisis als deze ook gepeild is. Dus er is gekeken, gaat het ons iets opleveren, ja of nee? We hebben natuurlijk vooral gepeild, gaan we winnen van de BBB-beweging. Dat hebben ze primair gepeild. Kennelijk denken ze dat ze gaan winnen van de BBB-beweging. Dat denk ik ook dat ze dat zullen doen. Dan zit je met een aantrekkelijk perspectief voor een alternatief. Namelijk, dan kun je met de VVD, kan dan met de BBB-beweging in zee. Die kunnen ze makkelijk domineren, want die hebben waarschijnlijk geen personeel wat echt ingelopen is en verstand van zaken heeft en zo. Dus die moeten het helemaal leren hoe het eigenlijk in elkaar zit. Maar als je er nou eens over nadenkt, over wat voor kabinet dat dan zou moeten zijn. Even afgaande van het idee, ik neem aan dat de VVD niet na verkiezingen zegt, nou ja, we hebben D66 een kopje kleiner gemaakt. Dus we hebben nog één partner extra nodig, dat zou wel handig zijn. En verder gaan we door op de oude voet. Nee, dat is toch niet de bedoeling. Want een van de zaken die hier natuurlijk speelt is dat de VVD zo op deze manier handig afkomt van die hele wat activistische agenda van D66. Met name op het gebied van de energietransitie en dingen en zulke dingen. Dus dan hebben we eigenlijk voor volgend jaar, ik kan het haast niet anders denken, want waarom zou je anders een dergelijke rare majeure stap nemen als de VVD genomen heeft. En dan moet je dus een heel nieuw soort van kabinet over rechts gaan vormen. Maar kijk daar nou eens naar wat dat zou kunnen worden. Laten we nou eens aannemen dat als je naar de huidige peilingen kijkt, dat VVD en hoe heet het, BB, dat die samen 50 zetels hebben. Hij heeft er nog 25 nodig. Nou, het CDA zal dan niet op groeien bij de verkiezingen, dus die hebben ook nog wel wat.
En van wie ga je jezelf dan afhankelijk maken? Met je van ja 21? Ja, sorry hoor, maar dat is de PVV? Ja, maar die komt niet in het kabinet. Daar geloof ik geen flikker van. Dus dat wordt weer zou een gedoogconstructie worden. Kan de PVV zich dat veroorloven? He, die jarenlang geschetterd hebben over omvolking en Eurabië en ik weet allemaal niet wat. Willen ze weer terug naar al die mislukte wetsontwerpen van Rutte 1? Ik kan het me niet voorstellen. Want dan lopen we tegen een tweede punt aan. En dat is dat het eerste punt is immigratie. Niets zal de immigratie volledig doen stoppen. Behalve als we uit de EU stappen, het hele land voorzien van een elektrische omheining. Op alle hoge duinen mitrailleurposten zetten om die bootjes al, als ze er uit de verte aankomen, de lek te schieten. Dan zou dat misschien kunnen, maar dit is allemaal fantasiepolitiek. Het is niet anders. Het tweede grote issue waar we in Nederland mee te maken hebben, dat betreft de BB. Want de BB is natuurlijk een single issue party. Ja, die hebben ook zo'n programma. Als ik dit nu zeg, krijg je altijd 10 reacties dat ze een geweldig programma hebben van dit en van dat. Dat niet waar, ze gaan de wereld hervormen. Ze gaan hele nieuwe wijken bouwen op Antarctica, dat soort van werk. Maar dat is natuurlijk allemaal lulkoek. Het is een single issue party, het gaat over de stikstof. En de stikstof zal gewoon zo of zo geregeld moeten worden. Dat is al lang ingekaderd in specifieke voorschriften. Brussel was al heel ongeduldig. Ik denk wel dat daar de gok ook is. En dat zal natuurlijk ook nodig zijn om BB binnenboord te halen voor een nieuw kabinet over rechts. Dat we dat op het absoluut minimaal noodzakelijke zullen gaan uitvoeren. Ook omdat de VVD dat zelf wil. Die Jette, joh. Veel te ijverige jongen. Ja, dat zal wel de nieuwe leider van D66 worden. Maar ja, die komt uit die verkiezingen natuurlijk als een kreupele en beschadigde partij tevoorschijn. Zoals vrijwel iedereen die met Rutte gaat samenwerken kreupel en beschadigd tevoorschijn komt. Nu krijgt Rutte een opvolger, dus we moeten even wachten of het effect dan weer is. Dus die nieuwe coalitie over rechts, die drijft eigenlijk op twee voornamelijk emotionele kwesties. Namelijk de immigratie die je toch niet in de hand kunt houden. Of toch maar in zeer beperkte mate kunt beperken. En de stikstof. En die zal gewoon geregeld moeten worden. En dan is de vraag of je met die coalitie over rechts, of je daar de grote vraagstukken van de komende 20, 30 jaar mee kunt aanpakken. Nou, ik denk het dus niet. Want ja, je bent toch afhankelijk van die rechtse, ultra-rechtse scharrelaars. Die kunnen twee dingen doen, namelijk hun hele propaganda verkopen als onzin en zeggen we doen gezellig mee omdat we gezellig mee willen doen. Maar kun je dus de energietransitie, het bouwbeleid, de infrastructuur, al die zaken die echt Nederland de boel heeft laten sloffen, ga je dat met zo'n coalitie over rechts dan wel uitvoeren? Ik geloof er geen kloot van. Want dat was natuurlijk de klacht uit het maatschappelijk middenveld. Jongens, nu staan we weer 2 jaar stil. Dit is totaal onverantwoordelijk. En dan dat gelul van de VVD dat het in het landsbelang is. Wat voor landsbelang, kom op. Het is uiteindelijk toch in partijbelang. Het is met voorbedachte raden is een kabinet naar huis gestuurd. Niet waar, met het idee, wij hebben een aantrekkelijke oplossing. En daar denk ik, zullen ze niet waar met hun neus tegen de muur aanlopen, want het is helemaal geen aantrekkelijke oplossing. Zij staan ook voor al die zaken die ik genoemd heb, moeten opgelost worden. En dan kun je daar wel iets minder geld aan uitgeven. En je kunt je vrolijk maken over dat groene plan uit Brussel, maar het gaat wel gebeuren. En het gaat eerder meer gebeuren dan dat het minder gaat gebeuren. En dat zie ik met dat kabinet over rechts. VVD, niet waar die dan gedomineerd zou worden door zijn rechtervleugel. De BB, die natuurlijk als je het op de keper beschouwt ook een ultra-rechtse partij is. Bovendien een single issue party. Ik ben heel benieuwd of dat niet gewoon heel snel ook weer stuk loopt. Zo goed als het gedogen van de PVV tussen 2010 en 12 natuurlijk ook stuk gelopen is. Want ja, die zowel de PVV, die jij zegt, nou ja, de PVV, en
Want ja, dat was toch ineens plots een heel nieuwe gezelligheid tussen Wilders en Mark Rutte. Maar hoeveel gaat de PVV van zijn flauwekul standpunten prijsgeven? Als je jarenlang hebt geroepen, niet waar, dat we bezig zijn met omvolking en Arabië. En ineens verdwijnen dit soort van punten in het beleid. Als je jarenlang vrolijk hebt gemaakt over groene politiek, energiewisseling, al die rechtse partijen geloven helemaal niet in de opwarming. Kom op. Het zal de VVD nog niet meevallen om een min of meer fatsoenlijk kabinet over rechts in elkaar te timmeren. Niet waar? Waar we ook die dingen die simpelweg noodzakelijk zijn, mee kunnen realiseren. Want het zijn zaken die noodzakelijk zijn. Ja. Het is niet iets die je denkt, nou ja, we kunnen gewoon voor de lol best eens een keer maar gewoon 10 jaar niks doen. We hebben nu een beetje 10 jaar niks gedaan. Op allerlei punten blijkt steeds weer roestige plekken, gaten, metaforische en echte gaten, dat je denkt van waarom is dit niet gebeurd? Denk aan ons elektriciteitsnet. Er zal gewoon een heleboel geld moeten worden uitgegeven aan dringende renovatie, vernieuwing en deels uitbreiding. Ook door een kabinet over rechts. Eerlijk gezegd heb ik ook, je kunt natuurlijk zeggen, kijk, BB plus VVD samen zo rond de 50 zetels, dat is een solide motorblok voor een nieuw kabinet. Hoe solide is iets wat voor de helft uit de BB-beweging bestaat? Daar geloof ik niet erg in. Nou, we zouden dus naar de provincies kunnen kijken, hè, waar de BB ook op, of de BBB. Ja, ja. Dan gaan ze dus op sommige plekken, ze regeren dus met linkse partijen in sommige provincies en op andere plekken weer met hele rechtse partijen. Ja, iemand vertelde mij, nou, maar ik weet natuurlijk niet wie wat en waar, dat de BB vaak gewoon akkoord gaat met wat het coalitieakkoord is, zonder dat ze eigenlijk precies weten hoe het zit. Om maar mee te regeren. Ja, precies. Maar ze zitten wel op die posities en leveren wel de gedebiteerden voor die over stikstof gaan. Ja, maar goed, dat is stikstof, dat is een single issue. Het gaat tot 2050 niet over stikstof en immigratie. Het gaat over de energietransitie. Het gaat over de infrastructuur op grote schaal. Het gaat over bouwen in Nederland, want niet vlot. Die twee hangen met elkaar samen. Dat zijn reusachtige maatschappelijke projecten die eigenlijk verstoord worden door die suffe kleine emoties over die immigratie. Nogmaals, een deel van de immigratie is onvermijdelijk. Daar doe je niks aan. En de stikstofkwestie die natuurlijk ridicuul is opgeblazen. Ja. Die landbouw, dat is een minimaal deel van de Nederlandse samenleving en economie. Op zich is het mooi om eens te kijken. Ik las trouwens, ik sla de krant open die ik uit de bus haal, dat er nu ineens wel 200 boeren zijn best willen laten uitkopen. Ja, dat was een meevaller. Ja, dat scheen al, waren ze al heel aardig op weg, begreep ik. Ja. Maar die provincies zijn wel een interessante proeftuin om eens te kijken van hoe gaat dat nou, die samenwerking met de BBB, die natuurlijk heel graag mee willen doen, want Caroline wil niet zo zijn als als Forum en als de PVV. Ik ben heel benieuwd. Dus dat kunnen we een keer gaan zien. Ja. Maar als het klopt wat jij zegt, dat ze gewoon daar gaan zitten en gaan meeregeren, om maar mee te regeren, ja, dan kun je er donder op zeggen dat het een keer klapt. Nou ja, en dat ze misschien ook een eigen kring dan natuurlijk, ik weet helemaal niet hoe die Farmers Defence Force. Kijk, een deel van die boeren is enorm geradicaliseerd. Lang niet alles natuurlijk. Maar er wordt natuurlijk wel erg veel aandacht besteed aan dat radicale protest. Ja. Ja, maar dan dus nog, eigenlijk komt het erop neer dat als je een beetje telt en nadenkt, dat het idee dat er over rechts wonderen kunnen worden verricht, dat volgens mij maar heel, heel betrekkelijk is. Ja. En wat nu is eigenlijk het hele politieke centrum is afgeschreven. Dat is nou ook weer een beetje overdreven. Het centrum, wat las ik in een krant, het centrum is dood. En nou, ik weet al niet wat. Ik kan je verzekeren dat ook wat er ook gebeurt in Nederland, uiteindelijk zullen centrumachtige opvattingen zullen domineren. Ja, je kunt niet heel links Nederland overslaan omdat zogenaamd het centrum dood is. Dat geloof ik nou eerlijk gezegd ook weer niet. Kijk, links is verdeeld, maar rechts is even verdeeld. Ja. Ja, want je ziet dat een nieuw kabinet, ik neem aan dat de VVD in die richting gedacht heeft, altijd nog 25 zetels extra nodig heeft om op de helft te komen in het parlement. Mm. En dan kun je afvragen, waar komen die precies van de PVV? Ik geloof er een bal van. Ik kan me niet voorstellen.
Laten we nog eens even inzoomen op dat weekend en op die maandag. Hè, dat Rutte zijn afscheid bekend maakte. Wat dacht je eigenlijk toen je het hoorde? Want je hebt natuurlijk vaak ook in lezingen gezegd van ga ik het nog meemaken bij Leven? Ja, zeker. Ik dacht, maar ja, op dit punt zijn mijn wensen vervuld. Hij gaat iets anders doen, ongetwijfeld iets fatsoenlijks. Het is een hele aardige man. Ik denk een probleem was van he overstayed his welcome, zoals het zo treffend heet. Ja, hij is te lang blijven zitten. Nu is hij onder een wolk vertrokken. Ja, want het is natuurlijk niet leuk. Zoals het gelopen is, is het niet leuk. Maar hij kon wel zelfs van, hij kan nog doorgaan, hè? Want hij denkt natuurlijk, oh ja, verkiezingen in november, dan moet er geformeerd worden. Dan zitten we misschien wel in maart 2024. Dan zit hij erbij. Zeker, zeker. Dus dan zit hij er sowieso nog een jaar. Ja. Hij kan nu lekker doorgaan met wat hij leuk vindt. Ja, nou ja, als je dat goed, als hem dat voldoende is, in ieder geval vestigt hij dan een record wat nooit meer hopelijk nooit meer gebroken zal worden. Maar ik blijf erbij dat hij gedumpt is uiteindelijk door zijn eigen partij. Ook die heeft begrepen, hij zit er nu wel erg lang. Hè? En het is ook niet zozeer dat hij persoonlijk dingen blokkeert of zo, maar ja, één ding is duidelijk, de fut was eruit. Bolkestein heeft toch ook wel... niet Bolkestein. Hoe heet die andere oude VVD'er ook alweer? Ja, Remkes? Bolkestein, Remkes. En je hebt met het brilletje die in Friesland woont. Hoe heet hij nou ook alweer? Die heeft toch een keer tegen hem gezegd van wanneer ga je nou een keer weg, joh? Wiegel? Ja, dat heeft hij van de week ergens in een interview gezegd. Van ik heb vaker met Rutte gesprekken gehad. Van ja, je moet eens weggaan. Je zit er veel te lang. Ja, daar heeft hij groot gelijk in, naar mijn idee. Ja, we hebben het vaak besproken. 8 jaar is een mooie tijd, lijkt me. Dan is het klaar meestal. Dat is goed als het met Balkenende ook volledig klaar was na 8 jaar, toch? Ja. Ja, god, de VVD was al die tijd de grootste partij. Dat is op zichzelf al raadselachtig dat de VVD erin geslaagd is om al die verkiezingen te winnen, zoals jij al opmerkte. Terwijl ze tegelijkertijd de hoofdveroorzakers zijn van een reeks van bestuurlijke rampen in Nederland. Ja. Allemaal onder toezicht van Rutte. De toeslagenaffaire, de Groningenaffaire, de belastingaffaire, gaan ze maar door. Maar wat ik niet snap aan jouw lezing, dat stel dat we ervan uitgaan dat hij gedumpt is, waarom hij daar dan zelf aan mee heeft gewerkt door dat kabinet te laten vallen? Want hij had er ook dan gewoon kunnen blijven zitten. Nou, het zou best kunnen zijn dat hij dacht dat hij kon blijven zitten. Waarom niet? En toen is het gevallen. En ja, ik weet niet. Ik denk toch dat de VVD... Hij heeft niet in zijn piereetje gedacht. Nou, ik vind het helemaal niet meer gezellig in de treffenzaal. We gaan de boel laten ontploffen. Natuurlijk niet. Dit hieraan is uitgebreid overleg voorafgegaan binnen de VVD. Ik weet niet precies hoe die gremia werken in die partij. Er was natuurlijk al enorm gemorren de VVD, omdat ze beweerden dat het was een D66-regering. En er kwamen veel te veel emigranten. En bovendien stond er een wet op stapel dat allerlei VVD-gemeentes de emigranten opgedrongen konden krijgen. Nou, dat wilden ze al helemaal niet natuurlijk. Kortom, het werd tijd om de beuk erin te zetten. Een klassieke klacht in de VVD, omdat de VVD... waar dat die poseert als liberale partij, dat zijn ze helemaal niet. Dit is grotendeels een zeer conservatieve partij. En we hebben heel rechts Nederland te danken aan mensen die nog conservatiever zijn dan de VVD en ongelukkig zijn met die regeringscoalities en die daardoor allerlei zonderlinge splinters in het leven hebben geroepen waar we verder ook niks van hebben, naar mijn idee. Maar dus ik denk dat het zo gegaan is. Hij heeft het zeker niet aanzien komen. Denk ik. Dat het toen het eenmaal gevallen was, dat er wat rondgebeld is, zeg maar, is dit ook niet het moment voor jou om te verdwijnen? Hoe overtuigend is het als je na de formatie met een dik rechts, overrechtsgaand kabinet de zee ingaat? Het is niet het moment om. Hè? Hij zal ook zelf wel eens gepiekerd hebben. Dus hij heeft een zetje gekregen en toen, wat was het ook alweer? Had in de loop van zondagnacht of zo. Zondagochtend heeft hij voor zichzelf het besluit genomen. En toen heeft hij zondagmiddag in kleine kringen ergens in een villa aan de kust bekendgemaakt. Aan de VVD. Aan de fractieleiders of zoiets. Ja. En Hermans wist het en nog een paar anderen. Ja. Denkt die voorzitter dat hij het ook wist. Ja, en zo doen. En toen dacht hij, nou ja, dan moet het maar. Kan. Je kan toch, ja.
Je kan het misschien nog vermijden. Ja, het is een beetje Danton op weg naar het schavot. Maar dat is waarschijnlijk een metafoor. Ik bedoel een vergelijking die de meeste mensen niet veel zal zeggen. Ja, de Franse revolutie heeft al zijn kinderen vermoord zoals revoluties dat doen. Danton had kunnen ontsnappen, had niet per se, nou ja, enzovoort. Ga er niet verder op door. Misschien moeten we eens iets aan de Franse revolutie ja, doen. Ja, dat is hartstikke interessant. Ja, omdat hij eigenlijk ook een beetje in het vergeetboek begint precies te raken, is mijn indruk. Precies. Dat is een mooie. Ja, want je had natuurlijk toen het 100 jaar geleden, het is 1789, had je natuurlijk 1889, dan hebben ze die Eiffeltoren daar gebouwd. Nou, dat is een mooi symbool. Maar eigenlijk 1989 is het een beetje zoek geraakt in het feit dat 89 natuurlijk zo'n wonderbaarlijk jaar was door het einde van de Koude Oorlog. Dus maar de Franse Revolutie is natuurlijk in alle opzichten de... staat het te anders met die auto. En heeft een karretje heeft hij meegenomen. Ja, dat heeft hij nou wel gepositioneerd. Wat is het, een vouwwagen? Daar lijkt het op. Oh, dat is zo'n ding wat je vroeger had, de Alpenkreuzer. Waar zo'n tent uitkomt. Ja, precies. Ja. Zo'n tent met een heel uitvouwbaar keukentje. Alleen geen wc waarschijnlijk. Dat is toch wel het zwakke punt van die kampeerderij. Dat je altijd met zo'n rolletje in de hand naar een wc-blok moet. Vreselijke gedachte werkelijk. Ben je al zo blij dat je thuis kunt blijven. Dat je met je keuze, wc-keuze hebt, om het maar even zo te zeggen. Nou goed, laten we iets aan de Fransen. Zullen we dat misschien best leuk om te doen. Heel leuk. Heel interessant. Oké, maar Rutte is dus gedumpt, is jouw indruk? Ja, hij heeft een setje gekregen. Okay. Het kan best zijn dat hij zelf al... Hij is natuurlijk niet gek. Dus daar was over nagedacht. Hij heeft zelf ook naar die populariteitscijfers gekeken. Hij is zelf ook natuurlijk geschokt vorig jaar met die moties die dan net precies, die hij net precies overleefd had. Dus ja, zo zal het wel eens een beetje gegaan zijn. Maar ik ben toch met me eens dat het gek is dat hij zei dat hij best door wilde. Ja, ik vind het heel gek. En had toch energie en zo. En dan komt de zondag. De dag is hier en het is ineens klaar. Ja, er is iets gebeurd en dat zullen we misschien nog wel een keer horen. Ik dacht eerst nog het heeft te maken met die moties. Ik vond zelfs dat de journalistiek van dit hele probleem, eigenlijk waar gaan we dan naartoe? Wat zijn precies de intenties? Hoe stelt men zich dat voor? Tel het nou eens op wat de peilingen opleveren. Is dat een reëel kabinet, ja of nee? Ik vond dat daar weinig, want het werd helemaal overspoeld door die lulkoekerij over wie gaat Rutte opvolgen. Wat ik nou niet zo interessant vond. Het leek me dat ook dat deels al wel voorgekookt was. Ja, want ze zeiden... Want het hoofdbestuur was er heel snel bij om Jessil Gus in feite te zalven als zijn opvolger. Wat vind je van die keuze? Mijn indruk was dat er weinig anders voor handen was. En op zichzelf is natuurlijk, vind ik het een amusante keuze. Omdat ik vooral natuurlijk nieuwsgierig ben naar wat onze vriend Wilders hiervan vindt. Dat die omvolking al het niveau van het minister-presidentschap heeft bereikt, dat is toch wel even... Wie had dat nou gedacht? Dat we een minister-president zou, als ze dat gaat worden, want dat weten we natuurlijk helemaal niet. Er kan wel allerlei gekkigheid gebeuren in de tussentijd. Maar dat we die krijgen die op 8-jarige leeftijd, begreep ik, hier naartoe is gekomen. In een bootje? Ja, dat is nog niet helemaal duidelijk. Dat zeiden ze erbij, maar dat is nog niet bewezen. Er zijn geen foto's van. Het schijnt een vliegtuig te zijn geweest, een bootje. Oké, dus dat hebben ze er een beetje bij bedacht. Ja, dat vertelde iemand mij gisteren. Maar ja, ze is met een bootje naar Turkije volgens mij gegaan, toch? Ja, haar ouders zijn Koerden. En ook actief geweest in de Koerdische beweging. Zij is dus gewoon een emigrant die minister-president wordt. In Nederland, in Amerika zou het niet kunnen. Dan moet je in Amerika geboren zijn om president te kunnen worden. Maar dat hoeft bij ons niet. Dat is toch wel mooi eigenlijk. He? Je weet dat Kissinger ook dolgraag president had willen worden. Of die het ook geworden was. Dat weet ik niet. Maar ja, hij was in Erfurt geboren. Waar ik over een tegel ben gestruikeld. Maar dat is nou niet zo interessant natuurlijk. Ben benieuwd. Ja, kijk, ik heb er niks tegen. Een vrouw, eindelijk. Bovendien een vrouw met een interessante achtergrond. Dus ik vind het verder prima. Denk je dat ze het kan? Zij schijnt via de
Hoe is het ook weer? Via de, de SP, geloof ja, ik. Ja, ze is bij de SP begonnen, ja. Ze heeft een lange reis gemaakt langs de diverse politieke bewegingen in Nederland. En is bij de VVD uitgekomen. En heeft zich kennelijk ook op het punt van de beleid al een beetje warm gelopen door, strafbeleid te bepleiten. Maar ze was erg liberaal. Kijk, zodra VVD'ers zeggen wij zijn erg liberaal, geloof ik het al helemaal niet. Nooit. En hoe kijk je dan tegenaan dat het kabinet is valt over migratie en vervolgens komt er dus bij de VVD een nieuwe kandidaat die mee gaat doen aan de verkiezingen als zij de lijsttrekker wordt, die dus ook een link heeft met migratie? Ja, dat is wel lollig natuurlijk, toch? Maar dat lijkt wel bedacht. Dat lijkt een soort van script wat je uitvoert. Nou, je moet het bedenken niet overdrijven, denk ik. Maar ze hadden het kabinet ook over andere dingen kunnen laten vallen, over die stikstof toen met het CDA te heronderen. Dat hadden ze ook kunnen laten vallen. Het valt over een VVD-thema. Ja, en waarvan ze hopen dat ze de electoraal garen bij kunnen spinnen, wat ik betwijfel. Ja, er is natuurlijk in Nederland een groep van personen, wat ik zou zeggen, kijk naar Twitter, die er vast van overtuigd is dat we hier overlopen worden door allerlei lieden met een andere kleur dan wij hebben, zal ik maar even voor het gemak zeggen. Je weet trouwens, de oorspronkelijke bevolking van Nederland, was het ook alweer 4.000-5.000 jaar geleden, was gewoon bruin. We zijn geleidelijk wit geworden. Het is ook zoiets. De mensheid hangt van immigratie en emigratie aan elkaar. Dat is gewoon, het is nooit anders geweest. Er zijn al enorme bewegingen zijn dat in allerlei opzichten. Je houdt dat ook niet, uiteindelijk hou je dat ook niet tegen. Het hele idee sowieso, dat is natuurlijk, ik begrijp dat wel. Zeker over ouder wordende mensen is natuurlijk het centrale idee. Ze zijn verontrust door de veranderingen die zich in het maatschappelijk verkeer voltrekken. De historische veranderingen. Ze ergeren zich aan veel van die kleine dingetjes. Hè. Dat de digitale overheid onbereikbaar is, dat soort van dingetjes. En eigenlijk willen oudere mensen het liefst alles hetzelfde houden. Zoals het was, zo moet het blijven. Ja, dat is sympathiek, begrijpelijk. Maar jammer genoeg is dat als je nou iets kunt zeggen over alles, een heel brede zin, het verandert permanent. Ook de oudjes veranderen, dat weten ze ook zelf. Niet waar, ze gaan steeds moeizamer lopen. En dan tenslotte begrijpen ze ook niet meer de berichten op de diverse artikelen. En nou ja, tenslotte ga je dan dood. Vaak tukken en zegen dat er een eind aan komt. Want stel voor dat je 200 wordt, hè. Moet je je voorstellen dat je in 1823 geboren bent en dat je nu nog leeft. Dat is geestelijk niet meer te verwerken, naar mijn idee. Je kunt dan altijd zelfmoord plegen, hè? Ja, dat kan. Maar dat blijkt toch een vrij lastige onderneming te zijn. Vandaar dat iedereen altijd geholpen wil worden bij de zelfmoord natuurlijk. Nou weet ik eigenlijk niet hoe. Ja, ik zit nu te denken, hoe zijn de Nederlandse zelfmoordcijfers? Die zijn volgens mij ook niet bijster hoog of zo. Niet iets speciaals van, oh jee, wat erg. Ja. Nee. Nou ja, wat ik altijd interessant vind bij al dit soort van dingen is dat er nooit over Europa gepraat wordt. Hoe staan we in Europa? Want dat het kabinet wat lekker over rechts gaat regeren, bestaat gedeeltelijk uit Europa-sceptici. Bij de VVD was dat al een hele vervelende gewoonte natuurlijk. Al is geloof ik Rutte wel een beetje bekeerd op dit punt. Maar goed, die verdwijnt nu. Als je met een hoop gedoogsteun van rechts wil, ja, dat zijn allemaal, dan moeten ze niks van de EU hebben. Die tast onze identiteit aan.